de eerste burger voor het in zijn gemeente in aanbouw zijnde gemeenschapshuis De Schalm, waaraan hij samen met gemeentesecretaris Van der Laar enkele werkbezoeken bracht. De zaal in aanbouw. En de zaal na de officiële opening op 18 december. Internationaal Humor Festival, waarin opgenomen de Cartoonale 1967, een wedstrijd voor cartoontekenaars. In een tot theater omgooien foyer in dit theater is ingericht als expositieruimte voor deze unieke verzameling cartoons, waar de directeur van De Schalm beslag op wist te leggen. Om te winnen in Heijs-Duinbergen. Nou, je krijgt wel publiciteit, of vrij veel publiciteit zelfs. En waarschijnlijk meer opdrachten en zo. En ja, het is natuurlijk prettig om te winnen. In de Schouwburg De Schalm had een feestelijke raadszitting plaats. Loco-burgemeester Smits hing de nieuwe eerste burger de ambtsketen om.